Na deze prachtige woorden gaf hij de baby terug, legde zijn handen op Jozef en Maria's hoofd en zegende hen. Hij keek Maria aan en zei, uw zoon zal openbaar maken wat in harten van veel mensen leeft. Dat zal hem niet in dank worden afgenomen. Ernstig vervolgde hij, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Verwonderd vroeg Maria zich af wat hij bedoelde. Stil en onder de indruk verlieten ze de tempel. Die nacht had Jozef een droom. Een engel gebood hem om te vluchten naar Egypte, want Herodes wilde Jezus doden. Wakker worden, Maria, we moeten vluchten. Jozef schudde Maria wakker. Verschrikt vroeg ze hem. Vluchten? Nu? Direct? Ja, een engel sprak tegen mij in een droom. Koning Herodes stuurt zijn soldaten om onze zoon Jezus te doden. Maria begon direct spullen te verzamelen voor de reis. En Jozef bond alles op een ezel. Als laatste maakten ze Jezus wakker en in het donker verlieten ze snel Bethlehem voor de lange reis naar Egypte. Enkele jaren later keren Jozef en Maria terug naar Nazareth. Daar leefden ze in alle rust. Voor de Joodse feesten reisden ze altijd samen met duizenden andere pelgrims naar Jeruzalem. Buiten de muren van Jeruzalem zetten veel pelgrims hun tentjes op. Maria was net als alle andere vrouwen druk bezig de sedermaaltijd voor te bereiden. Vanavond herdachten ze de uittocht uit Egypte, honderden jaren geleden. Toen de 7 dagen van het feest voorbij waren, verlieten alle mensen die van heinde en ver waren gekomen de stad in een grote karavaan. Maria was verbaasd dat ze Jezus nog niet had gezien en dat hij s'avonds niet kwam helpen met het tentje op te zetten. Hij hielp altijd graag. Jozef, vraag eens aan onze buren of ze Jezus misschien ergens hebben gezien.
3 dagen lang zochten ze wanhopig naar hun zoon. Maria was radeloos. Laten we naar de tempel gaan en bidden of Jahwe ons helpt om onze zoon te vinden, stelde Jozef ten lange leste voor. Maria knikte, ze was te moe om te antwoorden. Terwijl ze het tempelplein overstaken, hoorden ze opeens een bekende stem. Dat was Jezus. Jezus? Hij zat al rustig te converseren met een groepje schriftgeleerden. Helemaal overstuur liep Maria op hem af. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Verweet ze hem. Je vader en ik zijn er kapot van dat we jou nergens stonden. We hebben 3 dagen gezocht. Jezus antwoordde heel rustig. Waarom zocht u mij? Je weet toch dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader. Tot zijn 30ste bleef Jezus thuis wonen. Toen trok hij het land door om iedereen over zijn vader in de hemel te vertellen. Thank you.
Maria keek versteend toe hoe de mannen het lichaam van haar zoon in doeken wikkelden. Mannen die er nooit openlijk voor uit waren gekomen dat ze in hem geloofden. Nu waren ze bereid om zich te verontreinigen door vlak voor het sabbat een dode aan te raken. Uit liefde voor hem overtraden ze de wet. Zoals ook haar zoon dit soms had gedaan. Ja, zo voelt het. Ik ben verscheurd van binnen.